Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Vandaag gaan we de legendarische koningskist challenge spelen. Wat houdt dat in? Houdt in, ik ga legendarische koningskist openen op de chest opener app. En met die kaarten ga ik een deck maken. Ik ga zoals gisteren weer het deck onderaan schrijven. Dus ik hoop dat we het wel doen. Ik heb het al een tijdje, dus ik heb het al wat gespeeld, ik heb al een kaart max level, dus we hopen dat ik die krijg. Dus ik ga nu even de deck proberen het deck te openen. Pages. Het is zo in orde hoor. Er is altijd een gedoe en dat kun je niet voor de stream fixen zoiets. En nu ga ik even... Oh, dat mag in het midden. Dat mag hier. Hier, ik weet mijn Instagram toch al. Dus. We starten met de legendarische koningskist. En we starten martier of... Dan pak ik toch de martier. Ik ga niet kiezen. Jager... De kanonnenkar, de pijlen, het reuzenskelet, de oven en de bandit. Allee, struikrover. En welke pak ik er dan nog bij? Dan kies ik er nog de nachtheks bij. Dus ik ga nu... Ik ga zo dadelijk naar Clash Royale overschakelen. En dan gaan we dat dik maken. De abonnees staan er deze keer niet bij, omdat ik geen tijd had om ze erbij te zetten. De site gaat nu doen. We hebben momenteel 100 abonnees. Dus ik ga naar Clash Royale. Dit is geen livestream, dit is een gewone video. Dus... Pak maar dik 2. We starten met de mortier. Die staat hier. De mortier, die staat hier. De jager, ik weet niet of ik die al heb. Ja, stond hier. Ik heb die al voor 5. De kanonnenkar, die heb ik nog niet, denk ik. Dan kies ik daarvoor wel de executioner. De pijlen. Rustig, het staat er nog, de oven. Staat hier. De struikrover. Of de bandits. En ik heb als extra de nachtheks gekozen. Ik ga ook 2v2 spelen met de klem, maar dat is nu het OM. Dan gaan we gewoon die tik testen in een GC Grand Challenge. Ik speel een trouwens vandaag weer op mijn iPhone, ermee dat het scherm half in het beeld valt. Normaal is dat niet. Dus we smijten een martier op de brug. Ik hoop dat hij er niet bij zit, daarvoor zit ik. Blijven dromen. Blijven dromen. Hij zet er dus wel iets bij, spijtig. Hij gebruikt koninklijk spook. Gaan we arrowen. Mortier doet geen schade.
Dat is wel niet de bedoeling. Dat is wel de bedoeling. Het is alleen hopelijk door mijn bin dit rush. Doet hij zelf ook niet. We hebben de reuzenskrit. Hopelijk doet die eindelijk eens iets. Zo ken ik niet spelen. Ik zou mijn scherm ook zo moeten zetten hier. En dan kan ik dat vastzetten. Oh nee, dat ook nog. Die gast maakt het mij niet gemakkelijk. Even mijn belichting aanpassen. Ja, oh, dit is slecht gespeeld. Vanavond doe ik een livestream. Want deze video komt enkel online als ik de 100 abonnees bereik. En op dit moment heb ik die bereikt, dus ik doe vanavond een livestream. Ik ga het gewoon even laten verliezen en ik ga ze met een online lettering push. Maar ik ga een giveaway doen, de winnaar. Van de vorige giveaway ga ik zo op het scherm zetten. Dus ik ga even nog eens voor de mensen die het niet weten. Dus ik ga even zijn naam nu op het beeld zetten. En dan zet ik die nu wat kleiner. Dat is echt wel overdreven groot. Ik was een beetje aan het knoeien. Dan haal ik die naam nu wel terug van het scherm. Volg me op Twitter. Volg me op Twitter, volg me op Instagram. Thuis, ik heb beslist, ik ga vloggen op het gala van de Gouden Kamer. We gaan even die kist openen. Komt door Duistere Prins. De 2v2 weekend uitdaging gaan we ook doen. Ik ga gewoon met die deck ladder pushen. We starten zoals altijd ook met een golem. Hopelijk heeft hij nu geen Inferno Draak of Inferno Toren. Wel een level lager, maar dat wil niet zeggen. Mega Knight. Wacht tot die gerest is. Hè. Push tegen push. Maar ik denk toch dat mijn push gaat winnen. Omdat die iets beter is. En momenteel sta ik voor. Maar dat wil niks zijn natuurlijk. Dat hier ze met een Mega Knight opgooien. Maar ik denk wel dat dit over is. Ik heb dit gewonnen. Ja, oké. Gooi hier misschien nog een mini pakketje. Maar veel hebben we niet meer te vrezen. We hebben dit gewonnen met een 3 crown. Hoe lang is deze opname als dat hier ergens? 8 minuten lang. Dus ik zou nog een gevecht kunnen doen. Gaan we niet doen. Ik ga terug naar dit scherm. En we gaan naar de divisietje lager. We gaan nog 2 kisten openen. Oh, reclame. We gaan gewoon nog 2 keer gratis een kist openen. Plus deze kist ook nog. En dan gaan we weer naar een Super Magical Chest openen. En dan kunnen we hier nu stoppen. Eerst ga ik even zien. We gaan de boogschutters even naar max level upgraden. De ridders. De reus. Ze gaan allemaal richting max level. Moet ik nu eens enkel deze game gaan spelen? Laat het achter in de reacties. Ik zie je voor de volgende video. Later.